Meneer Korst, welkom. Bedankt. Goeiedag. Um, met die met de deur in huis. Kunt u precies uitleggen wat er precies aan de hand is met Suriname en waarom we ervoor hebben moeten kiezen om met het IMF in zee te gaan? In 2020 hebben we ervoor gekozen om met het IMF in zee te gaan, omdat de Surinaamse economie in een enorme dip kwam te verkeren. Eigenlijk een dip die we. Economisch, macro-economisch nog no nooit eerder hebben meegemaakt. Een vrij ruime begrotingstekort, um, een, een, een opgelopen uh, totale schuld, uh, binnenlandse en buitenlandse schuld, van um, meer dan anderhalf ons, ons nationaal inkomen. En um, wat ook uh, speelde is dat we steeds minder kregen voor de de goederen en diensten die we exporteerden. Dus ook de valuta die we verdienden, was veel minder geworden. Uh, maar ook onze bankaire sector, onze financiële sector, kwam met grote problemen te verkeren. Je weet, alles is aan elkaar verbonden in de economie. Daarbovenop kreeg je ook te maken met COVID. En dat heeft de situatie verergerd. En dat alles, kan je zeggen, zorgde voor een perfect storm. In de zin van dat alle elementen aanwezig waren voor de economische crisis. En dat was dan ook uh, het, belangrijkste, het belangrijkste gegeven waarom de IMF toestapte. Het stabilisatieprogramma met het IMF heeft als doel dat we de neergang moesten stabiliseren. De neergang in de economie moesten stabiliseren. Maar toen het werd geconstateerd in 2020, was dat niet het einde, was dat niet de bodem. Het ging verder. Die verslechtering ging verder. En dat moest afgeremd worden. Zo zit dat IMF-programma dat ook in elkaar. Het is puur gericht op stabiliseren. En vanuit het stabilisatiepunt, een redelijk evenwichtspunt, moet dan herstel beginnen. En daarvoor heeft de regering toen een herstelplan gemaakt. Met welke maatregelen precies en wat is het effect dat het, dat het dan moet hebben? In het herstelplan zijn er in elk geval maatregelen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat uh, de productieve. Sectoren, uh, dat ze in elk geval uh, bevorderd worden door onder andere overheidsmaatregelen, maar ook door onder andere impulsen die de overheid kan geven aan die financiële sector om die uh, productieve sector te financieren. Een ander onderdeel van het uh, uh, stabilisatieprogramma, uh, zoals u dat noemt, is dat de buitenlandse leningen die we hebben genomen uh, moesten worden herschikt. Waarom moest dat? Toen we constateerden hoe groot uh, het financieringsgat was en we wisten dat je met maatregelen, macrofiscale maatregelen, uh, zou moeten beginnen om dat financieringsgat te dichten, hadden we al heel snel door van je zou alleen met macrofiscale maatregelen dat gat niet kunnen dichten. En een deel van de schuldeisers was niet te vermurwen in de zin van dat ze alleen maar uh, wilde praten als er een stukje zekerheid was. Er is nog te veel risico. Dat kleeft aan de staatsurine. Maar waar maar ze dus... uiteindelijk wel een stukje zekerheid vonden? En die zekerheid hebben ze toen geëist. Van. We, we zijn alleen maar zeker, omdat we dat ook in andere landen hebben gezien, dat uh, het succesvol kan zijn bij een herstructurering uh, als je met IMF in zee gaat. Omdat we weten dat het IMF binnen dat programma ook kijkt naar. Uh, uh, de houdbaarheid van je schuld. Dat doen ze in een analyse, dat heet that sustainability analysis. En op basis van die analyse wordt aangegeven in hoeveel tijd je terug moet gaan naar een stabiel schuldenpad. Naar een draaglijk schuldenpad. En op basis daarvan hebben het een aantal van de schuldezen gezegd, dan willen we wel, uh, dan willen we wel praten. Het stabiliseringsprogramma zal er dus voor moeten zorgen dat de neergang van onze economie onder controle is, alvorens de overheid van start gaat met hun herstelprogramma. Het IMF helpt met het stabiliseren door te werken aan de betalingsbalans van een land, zo ook voor Suriname. Tijdens het opstellen hiervan kwamen ze er ook achter dat er een probleem is in onze begroting. Het IMF zegt, kijk, ik. Wil de betalingsbalans ondersteunen, omdat je daar een terugval hebt gehad vanwege uh, uh, problemen met je betalingsbalans. Dat is doorgaans uh, wat de IMF-programma's invoeren. Toen werd gekeken naar de situatie van Suriname, is ook geconstateerd dat we een begrotingsprobleem hebben. Wat we tot nu toe hebben gehad, dit jaar toen het programma weer opstartte, want het programma lag ongeveer een jaar stil. Is dat we hebben afgesproken dat een belangrijk deel, het grootste deel van uh, de tranches, die worden uitbetaald na elke evaluatie, dat het grootste deel gaat naar de begroting. En dan wat overblijft, gaat naar de betalingsbalans. Als de overheid zegt: Ik wil wegen asfalteren of ik wil scholen bouwen, en ze zet dat op de begroting, want daar hoort het thuis, dan zegt het IMF, maar als je dat alles op de begroting zet. En jouw inkomsten kunnen dat alles niet dekken, dat willen wij ondersteunen. Zo werkt het. Eigenlijk is het een verkort programma geworden, maar toen een jaar hebben we verloren. En ja, eigenlijk kan je dat jaar niet inhalen. En dan dus zou je al de maatregelen die je in dat jaar zou moeten voeren, samen met de andere maatregelen die, die al lopen, ja. moeten uitvoeren. En, ik en dat weet, weet zo. Je... Te zwaar zijn. Ja, te zwaar een Dus, dus uh, dat zou niet kunnen. Ja. En dan tenslotte, meneer Eckhorst, um, hoe moeten we ervoor zorgen dat Suriname. Uh, Volledig uit die structurele problemen komt en in principe nooit meer daar terechtkomt? Als ik uh, het moet antwoorden tegen de achtergrond van maatregelen, macro-economische maatregelen, dan zeg ik ja. Uh, die structuur is scheef vanwege het feit dat, we, dat onze productiesector vrij is. Daarom krijg je dat wanneer we de val krijgen in de, in de internationale prijzen voor goud, bauxiet, olie, noem maar op: voelen we het natuurlijk. Dat die hele economie het voelt, omdat die hele economie daaraan vastzit. Dus vandaar dat je die productiebasis moet gaan vergroten, meer sectoren moet betrekken. Meer mensen binnenbrengen, ja, en ook meer spin werkgelegenheid, spin-off naar sectoren die veel werkgelegenheid kunnen bieden. Internationale dienstverlening via, hoe heet die dingen? Via die callcenters. Call centers. Ja. Weet je, daar kan je heel veel jobs aanbieden aan jonge mensen. Uh, in de toerismesector, uh, dat ook een dienstverlenende sector is. Maar ook de man die op buitenboord... Uh, motorboot heeft in het binnenland. Hij heeft een bedrijfje waarmee hij toeristen transporteert. Dus ook daar heb je die spin-off. Maar ook in de landbouw. Er zijn zoveel mogelijkheden in de landbouw. Uh, waar we niet meer landbouw hoeven te doen zoals we het 80 of 100 jaar geleden deden. Ook met hoge technologie. Moderne, mod moderne technologie. Kunnen we, kunnen we onze landbouwsector brengen naar het niveau van agrarische productie. Uh, en zodat we echt een voedselschuur worden voor onszelf voor de regio. Ook wel meneer Absoluut. Ja,